We zijn hier op Altenova locatie in Moerkapelle. En dit is de kwekerij waar de stevenotes worden gekweekt. Planten die worden eerst gestekt en dan groeien op als klein plantje. Op een gegeven moment gaan ze weer lengte maken en je ziet het, ze gaan echt lengte maken, want dat wordt wel 2,5 meter hoog ongeveer, soms 3 meter. Nou, wat doen we dan als ze zo lang zijn geworden? Dan pakken we die lange plant, we steken er een plastic boogje bij en dan wordt die in de boog gedraaid. Het is allemaal handwerk. En daar zijn we best druk mee. Dus dan gaat hij 2 keer rond ongeveer, soms zelfs 2,5 keer rond als u echt een hele zware plant wil hebben. En er zit dan ordevol met knoppen. Knoppen heeft hij al gemaakt met opgroeien. En door het proces in een warme afdeling, de broei noemen we dat, worden die kleine speelde knopjes worden uiteindelijk deze bloemtrossen, zoals u ziet, prachtige geurende bloemtrossen. Ja, u koopt ze natuurlijk in gesloten fase, gesloten toestand, zoals deze knoppen hier. Maar bij de consument worden ze dus zo groot en zo mooi open. Hier staan we in de afdeling waar de planten binnenrollen, rijp om te rapen. Mooie witte trossen bloemen. Hier heb ik een plant in mijn handen in verpakking, zoals wij ze afleveren op de veiling. En dan u, dit is een 5-6 tros. Daarnaast hebben we ook een zwaardere kwaliteit. En als ik deze trossen zou tellen, dan kom ik denk ik wel aan 11 tot 12 trossen met bloemen. Mooi verdeeld en mooie zware kwaliteit. Daarnaast maken we ook nog andere vormen. Van de bogen hebben we ongeveer, bestaat het ongeveer 90% de productie. We hebben ook nog ongeveer 5% productie in rekken, houten rekken. Ook de plant, zware planten, mooi verdeeld, ook vol met bloemtrossen. En de andere, de laatste 5%, die maken we zuilen van. In groene stokjes en ook langs de stokjes gedraaid, vol met bloemtrossen. Als de plant uitgebloeid is, en dat is na 3 à 4, soms 5 weken bij de consument. Dan is er soms even geduld hebben, maar dan maakt de plant, kan er weer scheutjes gaan vormen. En op die scheuten kunnen er weer knopjes ontstaan. En die knoppen, die kunnen na verloop van tijd weer gaan bloeien. Dus deze consument 2 keer plezier van dezelfde mooie stevenotenplant.